Welkom dames en heren. Staat er een belangrijke wedstrijdprogramma. Nederland-Frankrijk. De finale van de jeugd-EK. We gaan even kijken wat de coach zegt heeft. Het is rust in de arena. Het lijkt erop dat Nederland de wedstrijd niet meer uit handen kan geven met een 2-0 voorsprong. We gaan weer even naar de kleedkamer, naar de coach. Dat was een spannende wedstrijd, maar Nederland verslaat Frankrijk met 3-2 en is nu kampioen van Europa.